Welkom iedereen bij dit woningmarktcollege over de doelgroepen. Mijn naam is Berry Blailly. Ik ben directeur woningmarktonderzoek bij ABF Research. De komende 40, 45 minuten neem ik jullie mee naar het heden, verleden en de toekomst van de stad. En dan met name naar het perspectief van de doelgroepen en de bewoners en de ontwikkelingen die gebeurd zijn en die nodig zijn de komende 15 jaar. Ik denk, als er wat jongere kijkers zijn, ik voel mezelf inmiddels al iets ouder, zullen misschien niet zo goed herinneren hoe Rotterdam er in de jaren 80 uitzag. Ik ben zelf nog met mijn vader met mijn ouders in de stad geweest, daar zal ik zo meteen nog ook nog wat over vertellen. Maar dat was het beeld van de jaren 80. Hotel New York, ik denk nu een van de heetste, hipste plekken van de stad. In de zomer kan je daar heerlijk op het terras zitten, flaneren rondom de boulevard. Kijken en allerlei restaurants en horeca en cultuur bezoeken. Toen zag het iets anders uit. Hier zie je een plaatje van het hotel wat nog verhuurd werd als kantoorruimte. Op een plek van de stad waar eigenlijk niet zoveel mensen wilden komen. En dat er wel toch behoorlijk wat gebeurd was in de stad. Rotterdam, we hebben hier nog een oude ansichtkaart opgenomen. Ik denk een stuk stadsvernieuwing is hier geweest natuurlijk na de oorlog. Bekende, de oude koopgoot zou je hier kunnen terugzien. Een stuk van de Bijenkorf. Maar in de jaren 80 was er veel vernieuwing nodig. De binnenstad werd ouder, slechter, verloederd. Ik zal zo meteen even wat stapsgewijs wat dingen doorlopen. En op een gegeven moment ook de flinke stad werd flink opgepakt. En hier ook met de burgers samen werd er toen een inspanning gedaan om de stad weer leefbaarder en nieuwer te maken. Nou, er is een interessant boek over verschenen. Het is misschien wel goed om nog een keer na te slaan. Ook vanuit architectonisch perspectief. De stadsvernieuwing. Verschenen bij NAI-uitgevers in Rotterdam. En die vertelt hier uitgebreid over. Het is natuurlijk nogal een reurige geschiedenis van de stad. Ik gaf het net al aan, de jaren 80 en eigenlijk, of de jaren 60 en 70 is eigenlijk de trek uit de stad begonnen. Dat is vanuit de laatste jaren nog moeilijk voor te stellen, maar dat was een periode dat de stad helemaal niet zo populair was. En voor een deel werd dat ook aangejaagd door het landelijk beleid. Op een gegeven moment hadden we in Nederland het groeikennenbeleid, waardoor allerlei eigenlijk steden, kleine steden, nieuwe steden rondom de grote steden werden ontwikkeld. Denk aan de Zoetermeer, een Purmerend. Allerlei plekken die eigenlijk precies in die periode ook gebouwd zijn. En dat heeft geleid tot een flinke suburbanisatie ook vanuit de stad. Met name gezinnen konden daar een rijtjeshuis vinden, een huis met een tuin, goede scholen en dergelijke, waardoor dus heel veel gezinnen met een goed inkomen en een goede sociaal-economische status de stad verlaten. En uiteindelijk in de stad bleven de overige bewoners achter. En dat leidde voor een deel toe dat de stad verder verpauperde. De prijzen daalden en ook een groot stuk verarming plaatsvond. Dat heeft in 1974 geleid tot een aanpak van de stadsvernieuwing. En we hebben hier eigenlijk de grens even gezet op 1996, maar in principe is dat natuurlijk nog steeds gaande. Veel woningen werden aangepakt, ingrijpende renovatie, sloopnieuwbouw. Er werd veel sociale huur toegevoegd, omdat toch met name ook die laagste lagen van de bevolking, dat die een goede woning zouden moeten vinden. Althans, dat was de filosofie daarachter. Tegelijkertijd werd er ook vaak gesproken over stadsvernieling. Er was een slechte reputatie, met name vanwege die matige architectuur. En als je door de stad loopt, zie je nog wel wat restanten. Maar inmiddels wordt ook weer een deel daarvan afgebroken. Dat zie je natuurlijk ook in andere steden. Maar het krachtige of het bijzondere van die periode was wel dat het met name vaak werd opgepakt samen met de buurtbewoners. Het bouwen voor de buurt, zoals dat toen heette. In plaats van, zoals dat nu eigenlijk, tegen de buurtbewoners. Of in ieder geval niet in goede harmonie. De casus van de Tweebosbuurt, waar er flink wat vestiawoningen moeten weggehaald worden en vervangen worden door nieuwe woningen. Weliswaar minder woningen, waardoor er gewoon niet dezelfde bewoners weer terug kunnen keren. Natuurlijk een bekend voorbeeld van de recente geschiedenis. En tegelijkertijd ook een flinke verbetering van de woonomstandigheden. Nou, dit is het plaatje waar ik nog even net over begon. Dit was hoe vroeger de markt eruit zag op de Blaak. En dus de trein die reed hier bovenlangs. En de markt, dit is dan de rommelmarkt, maar dat was ook gewoon een fruitmarkt. En zoals de markt die eigenlijk nog steeds ook is na al die jaren. Die was daaronder. Dus als je daar langs liep, en ik ben een keer met mijn ouders geweest, dat kon ik me wel herinneren, was ik echt nog wel klein. Nou, dan herinner ik me die trein, dat geluid en dan tussendoor het winkelende en het marktbezoekende publiek. Ja, dat is nu natuurlijk bijna ondenkbaar dat je in zo'n omstandigheid op zaterdag, wij spreken voor je lol, en dat was toen misschien ook minder aan de orde, je boodschap gaat doen. In de jaren 80 is er een omslag geweest.
En dat komt, behalve dus de stadsvernieuwing waar ik net al aan refereerde, ook de andere factoren. De economie veranderde, dat gebeurde toen al een beetje. Er kwamen meer banen in stedelijke, centrumstedelijke woonmilieus. En dat had met name te maken met het karakter van die banen. Dat zat meer, zat meer in de hoek van de kenniswerkers, de creatieve industrieën, cultuur. En dat resulteerde ook voor een deel in de hoger opgeleide. Nou, ik weet niet of er nog een college komt over gentrification, maar dat is vaak natuurlijk ook de eerste stap naar. Hè? Dus dat de creatievelingen naar de stad toe komen. Die kunnen in dit soort plekken waar ik nu ook sta, voor het eerst hun plek vinden en hun ding doen, om zo te zeggen. En dat is vaak toch een aanjager ook voor nieuwe cultuur, nieuwe voorzieningen en uiteindelijk ook voor nieuwe bewoners. En in de stad, ook Rotterdam, leidde dat dus tot meer hoger opgeleide. En ook in veranderende woonvoorkeuren. Nou wil ik niet meteen zeggen dat de kubuswoningen een geslaagd woonconcept aan zich zijn. Maar het is wel typisch een product van de jaren 80. Hè, waarin Rotterdam toch weer even op de kaart gezet moest worden. Een teken van omslag misschien ook wel. Volgens mij zijn ze in 82, 84 zijn die woningen opgeleverd. Ja, ze staan er nog steeds. Eigenlijk als een soort pionier van de ontwikkelingen die er nu allemaal hebben plaatsgevonden. Niet alleen op die plek, maar eigenlijk door de hele stad. En een mooie herinnering aan het kantelpunt misschien wel van de geschiedenis. Als we kijken naar de bevolking in Rotterdam. En ik ga nu een beetje weg van de plaatjes en de wat meer beeldende teksten. En meer eigenlijk richting de cijfers en de ontwikkelingen. Dan zie je dat Rotterdam met name de afgelopen decennia, hè, we hebben hier gekeken vanaf 1980, gegroeid is door de buitenlandse migratie. Je ziet hier drie kleurtjes. Buitenlandse migratie zal dat dus in het grijs. Natuurlijke aanwas, dat is het verschil tussen geboorte en sterfte. Hè, dus demografie is in het rood. En in het blauw zie je het binnenlands saldo. Dus dat betekent dat er meer huishoudens weggaan dan vertrekken als dit cijfer positief is. En dit is de cumulatie. Hè? Dus dit is eigenlijk door de jaren heen ten opzichte van 2018, of dan ten opzichte van 1980 tot naar 2018, hoe die bevolking ontwikkeld is. En dan zie je dus eigenlijk per saldo dat Rotterdam over die hele periode te maken heeft gekregen met een negatief binnenlands migratiesaldo. Dus meer mensen die de stad uit zijn getrokken dan dat er naartoe zijn verhuisd. En dat er juist aan de bovenkant voor een deel nog wat extra aanwas is. Hè. Dus wel geboorte van gezinnen en ook met name van de nieuwe Nederlanders, om zo te zeggen, die daar natuurlijk een bijdrage aan hebben geleverd. Maar ook voor een belangrijk deel de buitenlandse migratie die ertoe geleid heeft dat de stad heeft verder kunnen groeien nog. Je ziet hier wel, en dat is wel goed om waar te nemen, dat rechtsonder eigenlijk al een soort stagnatie optreedt. Hè, waar in het verleden eigenlijk steeds verder de buitenlandse binnenlandse migratie zal opliep. Ik zie dat juist de laatste jaren daar een soort van status quo is ontstaan. Waardoor er dus in principe evenveel mensen de stad vertrekken als de stad intrekken. En dat zit er met name in specifieke leeftijdsgroepen. En dat heb ik in de volgende dia laat ik in de volgende dia zien. Ook weer vanaf 1980. Dit is dat binnenlands vertrekoverschot, of dat is binnenlandse migratie. Hè? Dus aan de bovenkant staan de huishoudens, of de personen die de stad in zijn gekomen. En aan de onderkant staan de personen die de stad uit zijn getrokken. Ook daar zie je nog steeds vanaf de jaren 80 hier een flinke groep van 15 tot 64-jarigen. En ook vaak altijd toch de tot 14-jarigen. Nou, die combinatie die duidt op gezinnen die de stad verlaten. Zie je eigenlijk dat er altijd wel een negatief saldo is geweest. Maar de laatste jaren zie je dat juist ook in die groep van 15 tot 64-jarigen. En er zijn natuurlijk ook steeds meer alleenstaande en paren zonder kinderen dan in het verleden. Zie je juist dat eigenlijk dat saldo nagenoeg nul is geworden. En dat duidt er ook op dat die mensen langer in de stad blijven wonen. Of in ieder geval beter voor de stad behouden kunnen worden. Ja, de laatste jaren neemt er iets toe. Dat zal ook te maken hebben met de woningcrisis. Hè? Dat er toch steeds minder plek is ook in de stad. En dat er juist in de omliggende kernen of de omliggende gemeenten meer ruimte is voor woningbouw gemaakt. Ja, daar zie je dan op een gegeven moment ook weer dat die groep weer voor een deel de stad uittrekt. Met name toch ook weer de gezinnen. Eventjes van het beeld van waar gaan die mensen dan naartoe? Of waar verhuizen de Rotterdammers naartoe? Ik denk dat het grootste gedeelte, dat is denk ik in alle gemeenten wel zo, van de gezinnen in ieder geval, die verhuizen toch binnen de regio. En we hebben hier het plaatje van de regio gemaakt. Zo 70% van die verhuizingen die blijft binnen die regio wonen. En maar een klein gedeelte verhuist naar de regio Drechtsteden, dus naar de zuidkant van de stad. Vanaf 65 jaar zie je dat er wel een soort van kantelpunt optreedt. Dat verhuist nog maar een kleiner gedeelte binnen de regio en 16% naar de Drechtsteden.
En binnen die regio zie je dat met name toch ja, die groeikernen waar ik het over had. Hè, dus een Barendrecht, Lansingerland, Capelle van de IJssel. Dat zijn eigenlijk de plekken waar de Phoenix-locaties ook flink ontwikkeld zijn de afgelopen 10, 20 jaar. Nou, moet ik zeggen, eerder 20 jaar dan 10 jaar. En dat werkt dus duidelijk als magneet. Hè, want eigenlijk moeten natuurlijk wel woningen staan voordat de mensen naartoe kunnen verhuizen. En met name het aanbod wat daar gecreëerd werd. Hè, de eengezinswoning, de woning met huis met, of de huisjes met een tuin. Ja, dat trekt natuurlijk vooral ook de gezinnen aan die op een gegeven moment weer de stad zijn gaan verlaten. Zoals ik net al liet zien. De stad heeft ook een ontwikkeling doorgemaakt in termen van inkomens. Wat ik hier heb afgebeeld is het percentage van de laagste 40% inkomens. En dat percentage is dus bepaald op basis van de landelijke verdeling. Hè. Dus je kan Nederland ophakken in verschillende stukjes. Daar hebben we gezegd, nou, waar ligt de grens voor de laagste 40% inkomens? En dan vervolgens kijken van in hoeverre die dus voorkomen in de stad. En als dit percentage dus hoger is, wat je dus hier ook ziet links op de as, dan duidt dat op dat in die betreffende steden, en ik laat hier dan de vier grote steden van Nederland zien, dan duidt dat erop dat het percentage laagste inkomens aanmerkelijk hoger is dan het gemiddelde van Nederland, namelijk die 40%. En hier zie je wel een interessante ontwikkeling. In het begin lag Rotterdam, dat is dus de dikke blauwe lijn die, hier zo, die ik hier nu aanwijs, had een van de hoogste percentages, zo'n dik 55%. Nou, ten opzichte van een gemeente als Utrecht en ook Den Haag was dat een stuk hoger. Maar door de jaren heen, en er zijn natuurlijk alweer wat economische cycli en ontwikkelingen zo door de jaren, dat zie je ook mooi terug in die golfbeweging, zie je dat uiteindelijk die verschillen aanmerkelijk kleiner zijn geworden. Sterker nog, als je kijkt naar het aandeel laagste inkomens, dan zie je dat zelfs Rotterdam op een paar procentpunten het inmiddels wint van Amsterdam. En dat duidt toch wel op dat ja, ook de wat hogere inkomens de stad weten te vinden of ook in de stad blijven wonen. Hè? Want dat laatste denk ik het belangrijkste in een beschouwing als deze. Voor de laagopgeleide is eigenlijk een soortgelijk beeld, alhoewel de verschillen wat beperkter zijn. Je ziet hier in het begin weer Rotterdam eigenlijk als stad met de hoogste aandeel laagopgeleide. Dan hebben we het zeg maar tot en met MAVO hebben we dan eigenlijk over. En vervolgens zie je dat verschil kleiner worden en afnemen. He, landelijk nam het natuurlijk al af, maar ook in Rotterdam zie je het afnemen tot onder de 30%. Maar natuurlijk ook goed om te zien dat de verschillen tussen de vier steden onderling en ook ten opzichte van het Nederlands gemiddelde een stuk kleiner zijn geworden. Dus dat duidt ook op ja, dat in ieder geval daar ook een beweging op zit. En dat bevestigt ook een beetje het verhaal wat we al eerder aangaven over die creatieve industrie en, en de nieuwe bewoners van de stad na de jaren 70. Wat meer recente geschiedenis. Vanuit het perspectief van de woningmarkt is het vaak zinvol, of in ieder geval te kijken naar de ontwikkeling van de koopprijzen. Koopprijzen staan natuurlijk voor een deel ook synoniem voor de aantrekkelijkheid van een gemeente, aantrekkelijkheid van een regio. Los van het feit dat nu natuurlijk overal in het land zo'n beetje wat de huizenprijzen aan het stijgen zijn, zoals we allemaal kunnen lezen dagelijks in de krant. Maar je zag toch in het begin van het herstel, hè, en dat hebben we hier eigenlijk vanaf 2013, 2015 hebben we dat waargenomen, zag je dat in met name toch een stad als Amsterdam het voortouw nam. Hè. Dat was natuurlijk de plek waar veel zakelijke dienstverleningen was, ook veel expats zich kwamen vestigen, huizenprijzen die stegen daar de pan uit. En eigenlijk als een soort waterbed verspreidt zich dat om Nederland of om Amsterdam heen. En eigenlijk vanuit ja, meer de Randstad ook, als je nu de laatste paar jaar kijkt, verspreidt het zich ook over de rest van het land heen. En het mooie van deze ontwikkeling is, en dat ik zelf ook niet zo scherp in het vizier eigenlijk, is dat die huizenprijzen, ja, die zijn gestegen. Hè, alle lijntjes gaan omhoog. Maar met name vanaf 2013 bezien, zal in Rotterdam eigenlijk de prijs een stuk sterker gestegen. Sterker dan het Nederlands gemiddelde. En de laatste jaren ook dus nog sterker dan het Amsterdamse. En dat kun je hier goed zien. En hier zie je het lijntje op een gegeven moment afbuigen vanaf 2018. En zie je eigenlijk hier is dan het oranje-gelige lijntje, zie je die nog steeds verder oplopen. En nu, als je het uitdrukt in een index, hè, want dat is waar we hier naar kijken. Dus 2015 was 100 punten. En hoe is dat dan ontwikkeld van jaar op jaar laat zien hoeveel de procent hier op bij is gekomen. Dan zie je dat in het laatste jaar, 2020, dus eigenlijk Rotterdam en Utrecht en Amsterdam zo'n beetje op hetzelfde niveau zitten. Nou, dat geeft toch ook wel aan van in hoeverre de huizenprijzen bij zijn getrokken. In absolute zin, dus in termen van euro's is het verschil nog wel goed te zien. Maar in ieder geval in de ontwikkeling zie je dat Rotterdam aardig is bijgelopen.
En dat betekent dus ook, hè, dat is, ja, zou je kunnen zeggen, een soort keerzijde, dat inmiddels de huizenprijzen in Rotterdam zijn 60% hoger liggen dan in 2015. Ik denk op zich een bekend verschijnsel, maar wel nog steeds erg veel als je het bekijkt over 5 jaar. Dat is natuurlijk een flinke stap. En dat betekent ook wat voor de toekomst en de nieuwe bewoners. Op de huurmarkt, de vrije huursector, zie je een soortgelijke beweging. De gemiddelde kale huur die is gestegen. En hier zie je het lijntje, dat is wel een interessant rapport van het NVM, wat ze recentelijk hebben gepubliceerd. Vanaf 2014, het is altijd heel moeilijk om goede cijfers over de particuliere huur te krijgen, maar dit rapport geeft heel mooi inzicht daarin. Dan zie je dat eigenlijk de prijzen gestaag zijn opgelopen van de vrije huursector. Ze hebben inmiddels zo'n 14 euro per vierkante meter. In Nederland is dat 13,13 euro. En met name die laatste periode, het is natuurlijk ook veel om te doen geweest, vanwege de krapte op de middenhuur, zie je dat die prijzen flink zijn gestegen, ook in Rotterdam. Een vergelijk over de verschillende steden, dan hebben we een andere bron, Pararius, bekend van de website die de huurwoningen in de vrije huursector aanbiedt. Die publiceert er ook regelmatig over. Zie je dat de verschillen tussen de grote 5 heb ik dan hier gepresenteerd, dus er zit Eindhoven dan ook bij. Dan zie je de verschillen tussen de steden goed terug. Hè. Amsterdam zat op een hoog niveau, was ook nog steeds op een hoog niveau. Maar eigenlijk daaronder zie je dat Rotterdam inmiddels Den Haag heeft verdrongen. Of in ieder geval ingehaald, bijgehaald qua gemeente met de 2e hoogste huurprijzen. Utrecht zit daar nog net tussenin. En dat is natuurlijk vanuit de achterstand die Rotterdam had nog wel een mooie prestatie. Althans vanuit de waarde van het vastgoedbezien. Nog niet zozeer vanuit de betaalbaarheid natuurlijk. En je ziet eigenlijk die ontwikkelingen, wat ik net al aangaf, bij Amsterdam is vaak toch de voorloper, ook op die vrije huursector. En dat daarna ook dan de gemeenten, die ook een centrum stedelijke uitstraling hebben, volgen. En ik denk ook, dat jullie ook herkennen hier in de stad, dat er steeds meer expats, mensen die in Amsterdam nog heel moeilijk een woning kunnen vinden, dat die toch ook sneller uitwijken naar Rotterdam. Mede vanwege de leuke stad natuurlijk en alle goede voorzieningen die er zijn. Laatste kwartaal, en dat is wel even goed natuurlijk om in het achterhoofd te houden, en ook met onzekerheid naar de toekomst toe, zie je wel een kentering optreden. Dit type woning of dit deel van de markt is vooral wordt vooral bewoond door expats, mensen die tijdelijk een interessante woning willen, een goede woning willen, van voldoende afmetingen in de buurt van de stad, in de buurt van het werk waar ze wonen. Maar de laatste het laatste jaar zou je kunnen zeggen, vanwege corona, zie je dus dat juist die nieuwe aanwas van expats is opgedroogd. En het heeft ook heel snel ook zijn weerslag gehad op de huurprijzen. Dat is denk ik het eerste echte concrete fenomeen, of zeg je dat, verschijnsel wat je terugziet vanuit corona op de woningmarkt. Aan de andere kant, dat waren de huizenprijzen. Als je kijkt naar de sociaal-economische ontwikkeling, is Rotterdam nog wel steeds een soort achterblijver. Dat komt natuurlijk ook omdat het echt een stad is met 2 gezichten. Je zou bijna kunnen zeggen Noord en Zuid. Natuurlijk ook in het noorden nog wel wat plekken waar ook veel lagere inkomens wonen. Ten opzichte van Nederland zie je dat er bijna 2 keer zoveel huishoudens personen zijn die rond moeten komen van een bijstandsuitkering, gemiddeld genomen. En ook in dit lijstje met personen met een laag inkomen en ook een lang laag inkomen, zie je dat Rotterdam bovenaan staat. En dat is eigenlijk al langere tijd zo. En daaronder zie je natuurlijk een aantal grote steden, maar ook de wat kleinere kernen. Leeuwarden is altijd wel opvallend in dit soort staatjes, maar ook in het Limburgse, zoiets als Vaals, zie je dat die toch ook behoorlijk hoog in dit lijstje voorkomen van alle Nederlandse gemeenten. Die lage inkomens en ook de grote doelgroep die in de stad aanwezig is, dat zie je terug in de huishoudens die een zogezegd betaalrisico hebben. Zal ik even heel kort introduceren. Het betaalrisico wil zeggen dat je eigenlijk te weinig besteedbaar inkomen hebt om al je uitgaven te kunnen voldoen. En dan kijken we naar de NIBUD-uitgaven, zoals de verplichte of min of meer vaste uitgaven aan voeding, kleding, zorg, overige voorzieningen. En dat gecombineerd met de werkelijke woonuitgaven aan huur, energie en overige lasten. En dan krijg je dus inzicht als het inkomen tekortschiet om al die uitgaven te kunnen voldoen, dan zeggen we, dan heeft dat huishouden een zogenaamd betaalrisico. En dat kan je dan ook uitdrukken in een percentage van alle huurders in een bepaald segment. En hier hebben we gekeken naar de huurders van de sociale huursector. Gemiddeld genomen
zit het op zo'n 16%. In alle steden, de zeer sterk stedelijke gebieden, waar natuurlijk ook meer alleenstaande wonen en wat lagere inkomens zijn, wat jongere inwoners ook zijn, is dat alweer wat hoger, 18%. Maar in Rotterdam is dat 21,5%. Dat geeft toch wel aan dat heel veel mensen hier moeite hebben in de sociale huursector om elke maand weer rond te komen vanuit het inkomen wat ze verdienen, wat ze krijgen. Dat was het heden, zou je kunnen zeggen, het hier en nu. Naar de toekomst toe staat natuurlijk ook nog flink wat te gebeuren. Ik heb hier een figuur opgenomen die de huishoudensgroei presenteert, waarbij we 2020 weer op 100% hebben gezet. Hè. Dus dat is eigenlijk het vertrekpunt. En dan kijken we zowel naar de ontwikkeling van Nederland als van Rotterdam. En dan zie je dat de ontwikkeling van Rotterdam een bovengemiddelde groei laat zien in termen van het aantal huishoudens. En rechts staat het ook als een soort quote nog afgebeeld. Hè. De komende 15 jaar zal het aantal huishoudens groeien van 330 naar 373.000 huishoudens. Er is natuurlijk een flinke stap. Want nieuwe huishoudens moeten ook nieuwe woningen krijgen. Of niet in ieder geval, ze moeten woningen krijgen. Hoe we die gaan bouwen is nog misschien een tweede vraag. In ieder geval een flinke groei nog van de stad valt te verwachten. En die groei die zit er met name in de 65-plussers en de alleenstaande. Een van de eerdere colleges ging hier natuurlijk ook wel uitgebreid over in. Dus ik zal er niet te lang bij op in. Dus ik kan niet te lang bij stil blijven staan. Maar het is wel goed om te beseffen dat per saldo, hè, dus van die groei die ik net presenteerde, dat een groot deel van die groei, zo'n 70% bestaat uit 65-plussers en 80% uit alleenstaanden. Omdat Rotterdam een stad is met ook veel jonge mensen, studenten die hier komen wonen en ook blijven hangen en dergelijke, is dat nog procentueel gezien lager dan in de rest van Nederland. Want daar heb je bijna volledig de groei eigenlijk kun je vinden in de 65-plussers en in de alleenstaanden. Maar toch, het geeft ook wel aan wat er nog moet gebeuren in de stad in termen van passende woningvoorraad en ook in termen van betaalbaarheid. Want een alleenstaande kan eenmaal minder betalen voor zijn woning dan een gezin of een paar waar twee mensen werken. De ontwikkeling van de doelgroep, dat doen we altijd maar de EC-doelgroep, en het is de doelgroep voor de sociale huurwoning, die zal de komende jaren min of meer bij gelijk niveau blijven. Je ziet hem als een soort horizon hier eigenlijk zo een beetje toenemen en vervolgens weer afnemen. Het interessante, het belangrijke van deze ontwikkeling is dat met name die groep 65-plussers binnen de doelgroep zal toenemen. Dat zie je hier ook in de donkerste kleur ten opzichte van 2020 naar 2035 toe. Maar belangrijk voor de woningmarkt is dat een nieuwe generatie ouder is. En wat dat zie je nu eigenlijk al gebeuren, hè, en dat zal de toekomst zich nog verder doorzetten, is dat die ouderen weliswaar qua inkomen onder die doelgroep vallen. Hè, dus door pensionering of door verweduwing zullen ze minder gaan verdienen, waardoor ze onder die inkomensgrens uitkomen. Maar vaak wonen ze al wel in een eigen woning. Die is al afbetaald, hele lage maandlasten. En dan kunnen ze ook nog prima blijven wonen. Sterker nog, ze willen daar ook graag blijven wonen. Want daar hebben ze toch een sociaal netwerk. En dan kunnen ze de familie ontvangen en dergelijke. Dus qua vraag naar sociale huurwoningen zie je eigenlijk juist dat daardoor een lichte afname nog verder te verwachten valt naar de toekomst toe. Over de hele periode gezien. Even een klein uitstapje. Een belangrijk onderzoek wat vorig jaar heeft plaatsgevonden. Het heet Opgaven en Middelen. En dat was naar aanleiding van een kamermotie van Kamerlid Ronnes. En die vroeg eigenlijk tegen het licht van de discussie over corporaties. Moeten we niet iets wat in verhuurderheffing? Krijgen ze wel voldoende inkomsten? Kunnen ze de komende jaren wel al hun taken op zich nemen en ook financieren die we van ze verwachten? Die we van ze vragen. En toen is er een onderzoek uitgezet door het ministerie van BZK. Met een aantal andere ministeries in de klankbordgroep. Tamelijk uniek, deze samenwerking van verschillende partijen. Want Edis die was er ook bij betrokken. En die hebben toen uiteindelijk ons gevraagd om die opgave in beeld te brengen. Dus wat moet er gedaan worden? En vervolgens het WSW, het Baarburg Fonds Sociale Woningbouw, hebben ze gevraagd om dan te kijken van kan dat ook betaald worden vanuit de financiële regels die we hebben in Nederland en de reserves en de onderpanden die de corporaties nu en in de toekomst zullen hebben. En eigenlijk de vraag voor de opgave was van hoeveel investeringen zijn er nodig als we kijken naar de woningbouw, hè, dus de ontwikkeling van de voorraad, uitbreiding van de voorraad, vervangen van de voorraad, verbeteren van de voorraad en ook het verduurzamen van de voorraad. Hè. Dus de corporaties wordt geacht toch het voortouw te nemen in de verduurzaming in Nederland. Hebben ook het klimaatakkoord uiteraard ondertekend en dat schrijft voor dat in 2050 eigenlijk de hele voorraad klimaat CO2 neutraal moet zijn, aardgasvrij. En dat is nogal wat als je 2,1 miljoen woningen op een gegeven moment van het gas af moet krijgen.
Dus dat gaat gepaard ook met flinke investeringen, zowel in isolatie als in installatie. Het graantekort, wat wij hebben becijferd samen dan met het WSW, die heeft gezegd van hoeveel middelen hebben ze, is zo'n 31 miljard. En dat is over die hele periode, of dan tot en met 2035 bekeken. Daarna zal het tekort nog verder oplopen, omdat met name ook geïnvesteerd moet worden nog in verduurzaming, wat gewoon financieel een lastig puzzel is voor corporaties. Uitkomsten kun je vinden in opgave.incijfers.nl, ook naar allerlei woningwetgebieden. Dus daar zal ik niet al te lang meer stilstaan. Bovenaan dit plaatje, en ja, je voelt het misschien al aankomen, dat wil zeggen dat er waren een aantal regio's die echt het slechtst uit waren, of waar eigenlijk de middelen nog meer ontoereikend waren dan in andere regio's van het land. En Rotterdam was de regio met de op één na grootste opgave, absoluut NPVAE. En ook de regio waar de tekorten eigenlijk het grootste waren. Je ziet het uitgedrukt in verschillende kleurtjes. Ik heb hier het bedrag nog eventjes bijgezet. Dus zo'n €41.000 per VAE, teruggerekend naar de voorraad van nu, is het tekort in, of is de opgave in de regio Rotterdam-Haaglanden. En Midden-Holland hoort er dan ook nog formeel genomen bij. Dus dat is een flinke opgave. Hier heb ik hem nog eventjes geplot over de tijd. In de eerste jaren vooral veel woningbouwopgaven, ook om het tekort wat er is aan woningen verder in te lopen en om ook die herstructurering aan de gang te krijgen in bepaalde delen van de regio. En je ziet hier eigenlijk steeds die verduurzamingsopgaven oplopen. En dat zal dat donkerblauwe balletje eigenlijk naar de toekomst toe nog verder oplopen. Want ja, tot aan 2035 kan maar een klein deel van de voorraad opgepakt worden. Ook vanwege de restricties of de beperkingen die er zijn vanuit de netwerkleveranciers. En de aanloop die toch verwacht wordt, dat die genomen wordt voor de verduurzaming. Maar daarna zal dat balletje nog verder doorstijgen. En dat terwijl die middelen in de regio, en dat gaf ik net al een beetje aan, juist beperkt zijn. En er zijn verschillende oorzaken voor. Ik denk de meeste wel bekend zijn met de Vestia-casus. Ook het feit dat er toch een behoorlijk aandeel oud bezit is in de stad. En ook nog steeds dat er dus, wat ik net al liet zien, een flinke groei wordt verwacht in de regio. Dit figuurtje komt ook uit het landelijke rapport. En die geeft aan hoeveel van die opgaven die ik net liet zien realiseerbaar is in Nederland of in de verschillende regio's. Nou, de 19 woningwetregio's waarvoor we dat bepaald hebben, die staan onderop. En het Nederlands gemiddelde was zo'n 74%. Hè, dus die 31 miljard die ik net liet zien, dat is eigenlijk dan het blokje van die 26% wat niet gerealiseerd kan worden. Maar in de regio Den Haag, Midden-Holland en Rotterdam is dat 58%. Dus ja, net iets meer dan de helft kan wel opgepakt worden. En dat geeft toch wel aan dat er flink wat gepuzzeld moet worden de komende jaren om ja, uiteindelijk toch die opgave weg te kunnen zetten en te kunnen realiseren. Daarentegen staat, hè, dat was de sociale huur, dat natuurlijk ook op de brede woningmarkt nog flink wat moet gebeuren. Ik gaf al aan dat er ongeveer volgens mij 40.000 à 50.000 huishoudens bij kwamen over die periode van 15 jaar. Als we daarbij ook nog eens het woningtekort willen inlopen waar de regio nu al mee kampt, dan zal er ongeveer 50.000 woningen bij moeten komen de komende 15 jaar. En we hebben hier het palet geschetst van welke woningen of hoe die samenstelling zou kunnen zijn van die uitbreiding. Een deel nog steeds huurgereguleerd, een fors deel ook nog huurgeliberaliseerd. Ja, dat impliceert ook een flinke groei ten opzichte van de voorraad van nu. En ja, zo'n driekwart zou moeten bestaan uit koopwoningen, waarbinnen dan ongeveer de helft uit het betaalbare segment plaats moeten vinden. 290.000, dat is het prijspel van een paar jaar geleden, dus dat zal nu zo'n 300 à 320.000 euro zijn. En die woningen worden natuurlijk op dit moment maar heel weinig gebouwd. Er wordt wat getransformeerd, er worden wat hele kleine eenheden neergezet. Maar ja, er zijn ook gewoon heel veel gezinnen die nu nog ook in de voordeel in de sociale huurwoning wonen. Die eigenlijk al te veel verdienen voor die sociale huurwoning. Hè, dus de zogenaamde goedkope scheefwoners zijn. Die wel willen doorstromen naar een eigen woning. Ook van allerlei, ja, vanwege allerlei kansen en mogelijkheden die dat natuurlijk ook biedt op de woningmarkt. En de mogelijkheid om een stuk vermogen op te bouwen. Maar die dat niet in kunnen slagen omdat het aanbod er gewoon niet is. En dat is natuurlijk ook een van de uitdagingen voor de komende jaren. Recentelijk is de actieagenda wonen aangeboden aan die minister. Ik ben zelfs het aantal partijen kwijt, maar bijna alle partijen die iets met wonen te maken hebben in Nederland, van de ouderenbonden tot aan Edes en de projectontwikkelaars, die hebben daar een handtekening onder gezet. En die hebben eigenlijk deze opgave, die ook eigenlijk voortkomt uit het opgavemiddelenonderzoek wat ik net al liet zien, hebben ze als een soort blauwdruk genomen voor hun toezegging, hun afspraak naar de toekomst toe. Mits natuurlijk nog wel wat van de Rijksoverheid uit verandert, waaronder dus het afschaffen van de heffing. Maar goed,
Maar daar wordt ook in erkend dat er een grote vraag is naar betaalbare koopwoningen. Juist ook om ja, die roltrapfunctie en die doorstroomfunctie die dat heeft op de markt te kunnen voorzien. En ook naar de toekomst toe ja, weer voldoende sociale woningen vrij te maken. Waar dan weer nieuwe bewoners ook een plekje in kunnen vinden. Ik gaf net al aan, hè? Ik bedoel, we maken prognoses bij ABF. Dat doen we graag en ook al enige tijd. En die worden ook door veel partijen gebruikt. Maar er zijn natuurlijk wel allerlei onzekerheden. Zeker in een tijd als nu zie je dat, dat het heel moeilijk is om daar denk ik één vast getal op te prikken. Zelf werken we ook graag dus met bandbreedtes in termen van bevolkingsontwikkeling. Maar ook als je kijkt naar de ontwikkeling van de doelgroep en de woningbehoeften. En een aantal van die onzekerheden heb ik hier op het scherm gezet. Corona. De schaarsteontwikkeling en ja, de situatie met de sociale huurvoorraad, zal ik het maar even zeggen. En wat krantenkoppen die dat illustreren. Corona, ja, hoe heeft dat nou eigenlijk effect op de woningmarkt? Dat werd natuurlijk al voorspeld een paar jaar geleden, ook door bepaalde gerenommeerde onderzoeksbureaus en partijen. En ook een aantal banken die voorspelden van ja, nu stopt die groei van de stijging van de koopprijzen. Er is eigenlijk geen crisis geweest, geen economische crisis geweest, die de woningmarkt niet heeft geraakt. Dus ja, daar gaat ook de woningmarkt last van krijgen van corona. Maar ondertussen, mede door het tekort en de lage rentestand, wat weer eigenlijk toch wel indirect gekoppeld is aan corona, vanwege de rentetarieven die nu de Nationale Bank of de Europese Bank vraagt, zie je dus eigenlijk dat de woningmarkt nog steeds behoorlijk overhit is. En ja, die extra slinger die hier wordt verondersteld, daar zitten we nu nog steeds middenin. Want van het weekend was ik in Friesland bij de schoonfamilie. En hoorden we verhalen van kinderen die daar dan in de buurt ook een huis wilden kopen. Ja, daar wordt net zo goed nu overboden. En ja, door mensen ook uit Utrecht die dan eventjes gewoon 40.000 euro boven de vraagprijs neerleggen. Ja, dat zijn natuurlijk taferelen die waren 5 jaar geleden ondenkbaar eigenlijk. Ja, zeker ook in die gebieden waar ze eigenlijk bezig waren met hoe kunnen we iets aan die krimpel doen. Hè? Dus de daling van de bevolking. Aan de andere kant, en dat is wel ook heel concreet, zie je dus, en dat gaf ik in het begin ook al even aan, dat juist die buitenlandse migratie op dit moment stagneert, stokt zou je kunnen zeggen. Inmiddels, dat is wel goed om mee te nemen ook, mee te geven, is dat het aandeel vluchtelingen, statushouders, wat natuurlijk 5, 6 geleden een groot aandeel had in de buitenlandse migratie, is heel klein geworden. Hè. Inmiddels is er wat meer stabiliteit en zijn ook andere afspraken gemaakt. Maar de bevolking die groeit nog steeds flink door buitenlandse migratie. En dat zijn er met name de arbeidsmigranten vanuit Oost-Europa, maar ook veel studenten, ook van buiten Europa en ook kenniswerkers, experts. En daar zit natuurlijk nu juist vanwege corona de klap in. De vraag is ook naar de toekomst toe, blijven die nog steeds weer naar Nederland komen? Het CBS verwacht van wel, als je de laatste CBS-prognose erop naast slaat. Dan zeggen ze eigenlijk, nu hebben we een paar jaar een dip en in de komende jaren halen we eigenlijk weer die schade in, om zo te zeggen. En ze komen in 2025 weer uit op hetzelfde aantal inwoners als wat we nu hebben. Maar ja, goed, als we natuurlijk veel meer vanuit Azië college kunnen volgen in Nederland, ja, moeten er dan nog zoveel studenten naar onze universiteiten komen, zoals we de laatste jaren hebben gezien. En hetzelfde geldt misschien voor kenniswerkers uit India of China, die natuurlijk veel ook in regio's werken als Eindhoven, maar ik denk hier ook in de grote steden wel werkzaam zijn. Ja, dat zal natuurlijk ook wel gaan veranderen. Dus dat is ook een belangrijke onzekerheid. Nou, een andere vind ik zelf wel interessant, ook vanuit misschien architectonisch oogpunt. Hoe de woonvoorkeuren gaan verschuiven en hoe eigenlijk die elastieken die we vroeger altijd hadden, van baan, familie, vrienden, school voor de kinderen, dat die wat losser worden nu. Met name dat baanelastiek, ja, dat rekt wat meer op. We hoeven niet meer elke dag naar kantoor toe. Het is ook wel lekker niet in de file. Volgens mij zal er ergens een soort van compromis of een middenweg gevonden worden. Maar hoe dan ook, als je de makelaars moet geloven in, ja, laten we het even zeggen, de periferie van het land, dan krijgen ze daar veel meer aanvragen en veel meer mensen die vanuit de Randstad die daar een woning komen zoeken. En het zal toch mede ook gestuurd zijn door de vrijheid of de ervaring die we nu hebben met het video of het thuiswerken en het videovergaderen. De schaarste, ook een belangrijk punt. En ik heb de presentatie van Peter Boelhouwer gezien. Die is daarmee begonnen, hè? De verloren generatie. En ik denk dat hij daar wel een punt heeft. Dus je hebt nu een steeds grotere groep die tussen wal en schip valt. De inkomensgrenzen voor de EC, voor de sociale huur, die zijn heel strak. De prijzen in de middenhuur zijn ook hoog en vaak niet betaalbaar. Of in ieder geval, dat wil je ook niet voor een langere periode doen. Maar de stap naar een koopwoning is nog ook weer veel groter. Vanwege enerzijds de hoge prijzen, maar ook de verandering op de arbeidsmarkt en de flexibilisering van de arbeidsmarkt.
Dus is er sprake van een verloren generatie door die tweedeling van de woningmarkt. Een stukje uit de Elsevier hebben we hier aangehaald. Kun je nog eens opzoeken. Op zich wel interessant gegeven. Of wel interessant. Ja, dat zou natuurlijk een van de problemen kunnen zijn voor de komende jaren. En ook zeker voor die groep koopstarters. Die gewoon veel later aan een eigen woning zou kunnen beginnen. Of misschien wel nooit. Energie, verduurzaming. Een belangrijk issue. Energiearmoede is een begrip wat je steeds vaker hoort. Dus eigenlijk het verschil tussen huishoudens in een geïsoleerde of een verduurzaamde woning en in een niet verduurzaamde woning. Ja, dat voelen die huishoudens in hun portemonnee. En wat je in de praktijk ook ziet, is dat toch ook met name vanwege de investeringen die gepaard gaan met het opknappen van een woning. En dan heb ik het even met name over sociale huurwoningen. Zie je dat daar de corporatie en enerzijds terecht ook gewoon een hogere huur voor willen vragen. Maar als je vervolgens dan met passend toewijzen geconfronteerd wordt, of in ieder geval als corporatie ervoor moet zorgen dat inkomen en woning volgens de rijksregels gebeurt, de afstemming daartussen. Ja, dan zie je dus eigenlijk dat in met name die verduurzaamde woningen wat hogere inkomens gaan komen, want die kunnen dat betalen. En in de lagere woningen, waar al de energielasten wat hoger zijn en ook de inkomens een stuk lager zijn, ja, dan zie je dus eigenlijk juist dat die lage inkomens gehuisvest worden. Ja, dat is natuurlijk ook wel een belangrijke paradox voor de komende jaren. En als laatste, segregatie, ook in het verlengde van die toewijzing, hè, eigenlijk hetzelfde, ik denk dat je in Rotterdam ook ziet. Je krijgt een deel van de voorraad die wordt opgeknapt, waar ook mooie nieuwe woningen worden gebouwd, maar ook een deel waar die woningprijzen laag zijn. En wat ook weer vervolgens natuurlijk een eigen groep inkomens aantrekt, al dan niet vanuit de corporatietoewijzingen. Segregatie ziet van alle tijden, zou je kunnen zeggen, maar door de regels zoals die er nu liggen en ook de tweedeling die op de markt plaatsvindt, zal dat denk ik nog wel eens kunnen verergeren. Nou, even een aantal punten en dan gaan we bijna afronden. Hoe ziet die toekomst van de woningmarkt eruit? Een beetje beschouwend eigenlijk wat speerpunten volgens mij. Van wat we gezien hebben en waar we naartoe moeten gaan. We hebben kunnen zien dat Rotterdam eigenlijk de andere G4 benadert. Hè? Dus de G3 en Eindhoven kan je er natuurlijk ook bij zetten. Dan heb je het over G5. Aantal zijn al bereikt, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus die inkomenskoopprijzen. Geldt dat ook voor die andere ontwikkelingen? Ja, zoals het nu naar uitziet wel. Zeker voor een groot deel van de stad. Maar dat kan ten noorden van de rivier, zou je kunnen zeggen. Maar dan gaat ook natuurlijk de vraag spelen van, hoe gaan we toe naar een eerlijke verdeling? Of een eerlijkere verdeling hè, van Rotterdam ten opzichte van buurtgemeenten, ten opzichte van de rest van het land. Nou ja, daar is veel om te doen hier in de regio. Op zich denk ik een goed streven om die concentratie van lage inkomens weg te nemen. Maar ja, de vraag is wie daar het stokje op pakt of wie daar de handschoen op pakt en hoe je dat kunt afdwingen. Of dat je het eigenlijk op een andere manier moet realiseren. Want het werk is nog niet af. Nou, er moet nog veel gebeuren. Het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Misschien komt dat nog in de colleges terug die er plaats gaan vinden. Maar natuurlijk een belangrijk, ouderwets programma vanuit Rijksoverheid om Rotterdam-Zuid op te pakken. Vroeger gebeurde dat wel vaker met die kerngebieden, maar nu is dat volledig gericht op Rotterdam-Zuid. En natuurlijk ook het belang om die bestaande voorraad aan te pakken en ook dus nieuwe woningen bij te bouwen. Nou, daar hebben we lang genoeg bij stilgestaan. Met relatief weinig middelen, zeker vanuit de corporatiesector, zie je dat daar de behoefte aan extra hulp financieel ook flink nodig is. Nou, welke uitdagingen kun je dan voorzien? Je moet voorkomen natuurlijk dat die woningmarkt en eigenlijk de bewoners verder segregeren. Voor een deel vanwege toewijzing, maar ook gewoon een deel voor verschillen in snelheid, verschillen in prijsontwikkelingen. Waardoor bepaalde gebieden eigenlijk alleen maar hogere inkomens aantrekken en andere gebieden juist verder afglijden op de sociaal-economische schaal. Die tweede, heb ik aangegeven, het vasthouden van die jonge paren en gezinnen. Dat heeft een aantal jaren heeft dat natuurlijk juist gewerkt. Hè. De stad was hartstikke populair. Kinderen met bakfietsen werden door de stad versleept van de hockey naar de bioscoop, zullen we maar zeggen, de bibliotheek. Ja, wil je die jongeren houden, moet je die toch ook perspectief kunnen bieden, die jonge gezinnen. Dus betaalbare koop, en ook wat duurdere koop op termijn, ja, dat moet ook een plekje krijgen in de stad. En dat is natuurlijk wel een uitdaging, zeker met deze grondprijzen en deze bouwkosten. Kun je die aantrekkingskracht als een vierde uitdaging van de stad? Want ja, de stad zit in de lift, het wordt mooi, het is hot and happening, zoals dat zo mooi heet. Kun je die ook inzetten voor een brede aanpak van de problemen in de stad? Ja, ik heb daar geen antwoord op, maar volgens mij is dat wel een van de uitdagingen. Je hoort vaak genoeg natuurlijk van dit is het moment om door te pakken in de stad. Qua herstructurering, qua transformatie van oude kantoorgebouwen, et cetera. Als het nu niet kan met deze prijzen en met deze
economische groei, waar we natuurlijk nog steeds in zitten voor een groot deel, ja, dan kan het eigenlijk nooit meer. Want ja, er komt altijd weer een nieuwe crisis waarbij de prijzen gaan dalen. En dan zie je natuurlijk ook meteen dat investeerders juist op dat soort moeilijke plekken zich terug gaan trekken. En de laatste, blijft de stad een plek voor alle Rotterdammers? Dat is misschien meer bijna een filosofische vraag. Denk wel heel relevant. Rotterdam, hebben we gezien, was van oudsher natuurlijk juist een plek waar wat meer lagere sociaal-economische klassen wonen. Ja, dan zie je nu veranderingen komen, maar hoe krijg je toch dat die stad in balans blijft, zodat eigenlijk alle Rotterdammers hier een plekje kunnen vinden. Maar is het dan mooi om zo'n presentatie af te sluiten met dit plaatje? Dit is misschien wel het toonbeeld van de verandering die de stad heeft doorgegaan. Niet de zonsondergang hoor, maar de Erasmusbrug uiteraard. Het is natuurlijk een schitterende plek geworden. Was het altijd al. Mijn moeder komt hier vandaan, dus die heeft hele mooie verhalen van vroeger en nu. En dat is natuurlijk ook een mooi vooruitzicht naar de toekomst toe. Nou, ik heb veel verteld. Ik heb natuurlijk weinig respons vanuit de zaal of online. Maar als er vragen zijn, of als je meer wil weten over deze presentatie, stuur gerust een mailtje. Ik heb hier de gegevens opgenomen. En bedankt voor uw aandacht. En misschien tot de volgende keer.